In paradisum deducante angeli, in tuo adventum suscipiate matires, e perducante incifitatem sanctam Jerusalem. Zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mijn vrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, nou, wat ik hier letterlijk zing is, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs en de martelaren u ontvangen bij uw komst. Nou, zei mevrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren u, is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zegt ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijkaard, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja, martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb het wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt je vanzelf in de dikke vandalen terecht. Dat vind ik zo'n raar systeem. Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt het in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volksspotter. Volksspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen, hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u daar herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het. Het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. Ja, maar het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kust. Je moest ze wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die
volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u het wel? Maar dat geeft niks hoor, maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem, hoe weet u nou zo zeker dat u dat niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij, ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt, schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegoocheld op een manier waarvan ik zeg, ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij, Herman, je moet een zekere Elke Scholten terugbellen. Ik zei, welke Scholten? Oh, dat maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit? Dus Elke Scholten is goed. Elke Scholten, zei ze, is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik dan wel een leuk gegoochel met de taal. Maar meestal wordt er vreselijk met de taal gegoocheld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan. Dat is echt schandalig, maar staat er echt. Eén kind, twee kinderen. En twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinder, twee eier. Zoals het in elke verzoenlijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Maar een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafde Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinderen en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids. En ik weet dat dat ligt echt aan mij. Want u gebruikt het allemaal. Dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig. Maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt, wie komt vanmiddag even aan met de kinderen? Dan denk ik, nou, gezellig. Zeg maar, we komen even langs met de kinderen. Dan denk ik, nou, verrukken man. Maar zeg maar, we komen langs met de kids. Dan word ik bang. Ja, en waarom worden we nou bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen. Dus het is gewoon een kwestie van taal. We hebben een bevriend stel dat heeft maar liefst 5 kids. Doorheen. Papa heeft zich onlangs laten helpen, want hij vond meer dan 5 kids een te groot gezin. Terwijl ik 1 vrouw vaak al een te groot gezin vind.